voor de take-off en je ziet die motoren keihard werken om stel omhoog hier voorbij te komen. En ik denk dat hij dadelijk midden voor het publiek gaat hangen. Wat een geweldig pakbeest is dit toch. Zodra dat die mensen in het water komen, dan beginnen die drenkelingen aan die mensen te trekken.
Ja, dan zijn de stafvereniging niet overzien. Maar over het algemeen gaat dat wel goed, omdat ze zo goed getraind zijn natuurlijk. Ja, je ziet er nog stil die bij de kop te hangen. En hoe produceren ze dat? Die loopmaas zit bovenin daar, dat deurtje, hè? Dat is de man die in het deurtje zit, of de vrouw, dat kan vragen. Ja, dat kan zeker vragen. En kan die praten met de redder? Ja, dat is vaak, kunnen ze dat wel, maar het meeste wat ik al begrepen van de ridders is dat ze toch liefst met handgebaren doen. Omdat dat met al die downwash en die wind en die microfoon, dan zijn ze toch vaak lastig te verstaan als ze al communicatie hebben. Dus met handgebaren kan dat mis. En wat zegt de loodmaster nou tegen de vlieger? Nou, de loodmaster die zorgt er eigenlijk voor dat hij precies boven het punt hangt. In dit geval is het niet helemaal grasveld, maar normaliter hangen ze dus boven het bootje of boven een boei. En dan zorgt die loodmaster ervoor met voice marshalling, zoals we dat noemen. En wat zegt hij, hoe zegt hij dat? Nou, left 2, left 1, zijn. Wat is dat 1 en wat is 2? Is dat meters of voeten? Ja, dat is in principe meters, maar wat loodmasters door de jaren heen leren, waar ze ook ontzettend goed in zijn, is ook om te anticiperen op de piloot die voorin zit. Bij de ene piloot vliegt wat harder en de andere vliegt wat langzamer. En daar passen zij dus hun afstanden eigenlijk op aan. Dus bij mij 2 kan het totaal anders zijn dan bij een collega van mij 2. Oké. Dus het is toch een hele persoonlijke benadering. Ja, iedere keer is het weer anders. En u moet zich inderdaad voorstellen, het is nu allemaal rustig en stil. Maar ja, wanneer gebeurt er iets op zee? Als het stormt, als er met weer en wind. En deze mannen en vrouwen die trekken er bij eigenlijk onder iedere omstandigheid op uit. En ze kunnen echt met windkracht 10, vandaar die serie windkracht 10, boven zee mensen uit het water of van een schip afhalen. Dus het zijn, zoals de serie ook wel laat zien, ook wel echte helden worden, die mensen van de Search and Rescue.